Hallo kijkers en terugkijkers, goede nieuwe video. Het voelt weer goed om weer een video voor jullie te maken. Ik ben hier weer met een nieuwe survival serie. En zoals je ziet is hier overal woestijn. Er is hier geen N aan. NML, een en al zand. I don't like sand. Maar ik had ook nog de replay mod aanstaan, maar die is even nu op dit moment even niet nodig. Misschien kan ik ook later die nog gebruiken voor een en al timelapses en zo te maken. Ja, hier heb je dirt. Die dirt heb ik wel nodig, want er is totaal geen andere weg manier om aan dirt te komen. Dus dit is echt de enigste, zover ik weet, om aan dirt te geraken. Ik heb ook even de varkens hun vrijheid gegeven. Dan zitten ze hier niet eenzaam opgesloten. Even zien, ik hoop dat hier wat leuke spullen in zijn en dat was een tegenvaller. En hier, nee, hier zit niks. Ik ook een van de villagers in bed moeten stelen. Zodat ik toch wel iets heb van waar ik kan slapen. Hij heeft twee bedden, dus pak ik er wel een, ja. Dit neem ik ook maar mee. Ik denk dat met dit kan ik brood maken met die hooibalen. Alleen, ja, heb ik nog een crafting table nodig en ik weet niet of we dat zo snel aan een crafting table geraken. Oh, hier zijn nog wat gewassen en hier kan ik nog wat dirt stelen. Oeh ja, daar is een tempel, daar kan ik straks nog heen gaan. Oeh, hier hebben we een crafting table. Dit is wel handig, kan ik wat brood maken. En die neem ik uiteraard mee. Ja, sorry, de village, voordat ik hier kwam, had dus heel veel dingen in de village. Toen kwam ik er, heb ik zo wat alles meegenomen. Ik zal alles meenemen. En dan hebben de villagers opeens niks meer. Ik heb wel in het begin wel een beetje medelijden te krijgen met hun villagers. Ze hebben nog tenminste bedden. Tenminste, ik heb wel één bed weggenomen. Dus één villager zal geen bed hebben. Dus dat wordt dus stoelendans voor hun. Ik hoop dat ik silk touch misschien zou hebben. Zou lijkt me wel leuk om als boek te hebben. Dus dat kan je krijgen. En dat diamond is ook natuurlijk handig. En dan zul je zo zien, zit er alleen maar rotten flesje in. Dus ik kan hier naar beneden gaan. Oh ja, ik heb ook een idee van aan te duiden of ik al in de tempel ben geweest of niet. Ik ben van plan om straks bovenop de tempel een cactus te plaatsen. En dan kan ik zo zien als er een cactus boven de tempel is, dat die al geloed is of niet. Rotten flesh, ik weet, denk dat ik het toch hier ga laten. Hoe golden apple zou handig zijn als het UHC was. Maar dat is het niet. Nog golden apples. Oh, als dit UHC was, was dit wel een jackpot. Ik ga van elk soort horsearmer eentje meenemen. Anders is mijn inventaris veel trapvol, want ik weet zeker dat ik nog straks nog andere tempels ga tegenkomen. En dan moet je keuze maken wat ik meeneem en wat niet. Dit zand heb ik even nodig. Is gewoon dat ik een bergje kan maken om naar boven te gaan. Ik weet zelfs niet eens of het mogelijk is om in deze versie met alleen maar woestijn, of het wel mogelijk is om aan paarden te geraken. Ja, misschien kan het wel, laat het dan weten in de reacties. Oh ja, ik was het even vergeten. Zand. Cactus. Ja, hier cactus. Zo. Dus hier moeten we niet meer heen. Moet ik wel omthouden om te blijven doen om steeds cactussen neer te zetten. Ik vind dat het toch wel heel erg leuk om soms een ravijn te vinden. En we hebben niet eens hout om een pickaxe te maken, dus heeft niet veel zin om daar te gaan mijnen nu. En later komen we waarschijnlijk nog zo'n ravijnen tegen. Maar ik ben van plan om ook een grote stad te maken. Ja, stad in de woestijn, want ja, we kunnen, het is niet echt dat we iets anders kunnen maken, want de hele wereld is een woestijn. Dus het is sowieso iets in de woestijn. Oh, dit is wel handig. Een smoker zelfs. Laat ik even nog de andere huisjes verkennen. Oh, een tempel.
dat zie je niet vaak, dat echt de tempel echt midden in de village is. Meestal is dat zo tientallen blokjes naast de village, maar deze zit er echt in. Ik hoop eerst nog een pickaxe te hebben en deze, dit is wel handig, boekenkasten. Ik ben aan het twijfelen, zou ik hier mijn basis opzetten of nog doorgaan? Ik denk dat ik hier ook een basis kan opzetten, want hier had ik al een koeienfarm. Met de filters kan ik ook natuurlijk later een eigen columnfarm maken en weer een boekje. Ik heb in totaal 46 boeken nodig om tot level 30 te enchanten. Maar we zijn al over de helft dan. Oh ja, we hebben niet eens saplings. Ja, dat wordt lastig. Hoe kunnen we nu dan aan hout geraken zonder een sapling te hebben? Het is mogelijk om aan saplings te geraken hier in deze soort survival, want in zo'n blacksmith kan er een sapling in zitten. Maar de enigste soort saplings zijn dan de oakwoodbomen. Ik moet ook even de tijd in doog houden, want over 5 minuten moet ik weer weggaan, dus dan moet ik ook de video alweer afsluiten. Ik ga even slapen, sorry. Ik ga even je bed claimen. Oh ja, de tempel was ik nog, ga ik nog even verkennen. Ja, ik had hier al een cactus geplaatst, maar ik moet er nog helemaal... Oh nee, ik dacht al, wat valt mij aan, maar het is een spider en dit is niet handig. Oh nee. I have a bad feeling about this. Zo. Hoe gelukkig kan ik nu healen? Oh, lijkt me echt rot als er nu opeens een mob naar beneden komt daar en dat die op die pressure plate staat. Dat wil ik niet hebben. Had ik één keer meegemaakt. Ging net naar beneden. Ging daar een mob op staan en dan. Ja. Rip alle items. En ook nog rip mijn leven. En. Ja, dit overleef ik wel. Even zien, oppassen, niet op de pressure plate. En wat zou er in deze kisten staan? Dus dat zie je dan in de volgende aflevering. Dus even een cliffhanger. Maar laat zeker weten of jullie deze serie leuk vinden. En dan zie ik u weer terug bij een volgende video. Dus doei doei.